Hallo lieve Waterman, welkom bij jullie maandreading voor oktober 2023. Het zijn tijdloze berichten, dus mocht je deze video op een later moment zien, weet dan dat er ergens een boodschap in deze video voor jou verstopt zit. Verder kijk anders even ook nog bij je maanteken, venusteken, ascendant of noordelijke maanknoop. Ook daar kunnen extra toevoegingen voor jou verstopt zitten. Voor de boodschappen die overgebracht worden door het collectief. Vandaag dus, Waterman. We gaan eens twee energiekaartjes pakken. Twee overal energiekaartjes vanuit een orakeldek. En vervolgens gaan we weer met de tarot verder verklaren. Dus we gaan even deze avond kijken wat er naar voren mag komen voor jullie. Zoals je ziet is het een beetje met de lampen al aan. We hebben natuurlijk al dat het vroeger donker begint te worden. Dus ik hoop dat jullie de kaart goed kunnen zien. De eerste video's staan inmiddels online. Dus als het goed is, zijn die in goede orde ontvangen. Dus ik hoop vandaag ook voor jullie. Onderkant dek hebben we tijd om te gaan. We hebben vernieuwing en cadeautjes geven en ontvangen. Eigenlijk heel apart, hè? Twee opvolgende kaarten krijgen we hier. Ik shuffle ze altijd heel erg goed. Onderkant dek is dus tijd om te gaan naar die vernieuwing toe. En hier krijgen we de kaart vernieuwing. Dus het is zo dat je echt naar die spiritualiteit, die ontwikkeling, de stimulans ook hebt om verder te gaan ontwikkelen en te groeien. Je bent echt uit aan bloeien, lieve Waterman, tot een heel mooi energetisch wezen. En ik zeg energetisch omdat in het aardse jasje is natuurlijk anders als de energie die jij mee hebt gebracht naar het aardse jasje toe. En deze ontwikkeling, daar heb ik het over jouw zielsontwikkeling. Prachtige vooruitgang, oude elementen wat losgelaten kan worden. We hebben onderkant dek hier, ik weet niet of jullie het kunnen zien, eenzaamheid. Het spirituele pad kan heel eenzaam zijn, omdat er ook processen gaan komen waarbij je merkt dat jij bepaalde personen achter je gaat laten. Maar weet dat je ondersteund wordt en dat jij de juiste begeleiding mag ontvangen. En dit kan dus zijn dat je dus ook cadeautjes geven en ontvangen. Voelt voor mij ook echt wel dat jij de bevestigingen binnenkrijgt, die aha-momentjes, die dankbaarheid van dat je geleid wordt door jouw gidsen, door je engelen, door wie jij dan ook voelt. Eigenlijk kun je het zien, stel dat je iets kwijt bent, hè, en je bent aan het zoeken en je frustreert je eigen een beetje erover, dat, ik had het ook daar neergelegd en waar is het nou? Als je dat loslaat en naar je innerlijk gevoel luistert, dan word je eigenlijk geleid naar dat stukje waar dat voorwerp dan ligt. Ik heb een tijdje terug ook met iemand gedeeld. Ik was mijn zonnebril kwijt en die is op sterkte. Dus ja, die heb ik echt wel nodig als ik dan de zonnige periode tegemoet wil gaan. En ik kon hem nergens vinden en ik wist dat ik hem ergens neer had gelegd, maar ik kon er niet bij uitkomen. En dat is eigenlijk wat ik bedoel. Ik heb het losgelaten. Ik kreeg last van mijn keel. Ik pak uit de kelderkast een keelsnoepje. Ik draai me om en op het schapje lag daar mijn zonnebril. Dus toen moest ik eigenlijk, ik moest gewoon grinniken van dat ze zo op die manier dus mij naar die bril toe leiden. En dat is eigenlijk wat er op dit moment ook bij jou gaat gebeuren. Dat je steeds meer van die momenten hebt van, dat je daar ook die dankbaarheid voor uit kunt spreken. Van fijn dat jullie mij daarin geondersteund hebben en begeleid hebben dat ik dit stukje weer even heb herontdekt, bijvoorbeeld iets wat je kwijt was. Maar dat kan ook met andere dingen zijn, hè? Met bepaalde gevoelens of inzichten waar jij even de dankbaarheid voor kwijt was. Kleine elementen die weer in zicht gaan komen. En dat is eigenlijk een heel mooi proces, want het voelt voor mij dat jij veel meer vanuit liefde aan het leven bent. We krijgen de zes van de staven. Oh, er zijn er wel veel. Okay.
6 van staven in combinatie met de 8 van zwaarden. Die komen er samen uit. We krijgen hier weer 3 kaarten die er samen uitkomen. Ik leg ze toch even zo neer. Ik moet hier even iets opleggen, want hier is een beetje bloot. Zoals je al eerder hebt gemerkt in de readingen. Mag dat allemaal niet meer op YouTube. Jij bent zo mooi aan het ontwikkelen dat die dankbaarheid die je uitstraalt ook steeds meer voor de buitenwereld in het zicht komt. En je ziet het zelf nog niet helemaal in wat voor mooie ziel jij hebt. En dit dus ook naar de buitenwereld projecteert. Omdat jij eigenlijk nog vanuit liefde in je eigen bubbel zit. Je bent nog een beetje terughoudend in het feit om met jouw ontwikkeling naar buiten te treden. Maar het mag wel. Mensen vallen het wel al op die om jou heen zijn. En al sta jij zelf niet net als deze vrouw zo in de picture voor jouw gevoel. Maar anderen zien jou daar wel al staan. Het voelt voor mij dat sommigen jou ook een beetje op een... het is niet roddelen achter jouw rug om, maar wel spreken achter jouw rug om over hoe mooi ze het vinden en welke stroming van energie jij zit. En niet misschien met die woorden, maar wel van dat ze verbaasd zijn welke mooie uitstraling je hebt. Misschien krijg je wel mooie complimentjes over dat je er goed uitziet. Of dat ze vragen van, gaat het goed met je? Je ziet er goed uit, je straalt. En dat is eigenlijk wat ik hier nu naar voren zie komen. Die innerlijke rust in jouzelf is eigenlijk aanwezig. Die innerlijke groei en activatie. Maar we zullen eens even kijken wat er nog meer naar voren komt. We hebben de Ridder van Staven. Dus het stukje bewustzijn, ontwikkeling, groei, spiritualiteit is nadrukkelijk aanwezig. En dat komt omdat je best wel wat pijn hebt gehad in het verleden. Misschien ook daardoor misschien wat beschermend bent om niet de buitenwereld echt in te treden met bepaalde gevoelens of emoties die jij ervaart. Maar er wordt wel iets nieuws aangeboden. Ik ga eens even nog een extra kaart pakken bij de 6 van bekers. En de 3 van staven rechtop. Okay. Onderkant dek hebben we de aas van bekers. Nu weet ik niet meer welke reading dat was. In ieder geval eentje van gisteren. Die ik op heb genomen. Deze kwam in een andere reading ook naar voren. Vanuit liefde, nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. Ik zie hier best wel wat nieuwe, of dezelfde kaarten namelijk liggen. Dus het zou zomaar kunnen dat jij in dat teken ook, volgens mij is dat de aardetekens die ik gisteren op had genomen, dat daar ook iets terugkomt in jouw energetisch veld op dit moment. Wat heel duidelijk naar voren komt is dat er zijn nieuwe mogelijkheden op jou aan het wachten. En dat kan ook naar jou toe gaan komen. En dat heeft ook echt wel vanuit liefdevolle energie te maken. Ik wil niet altijd zeggen dat... ik hoop trouwens dat je het ziet met die lamp erboven. Anders zet ik het gewoon eventjes een beetje zo neer. Hoeft niet altijd op het romantische vlakje natuurlijk te zijn. Dat kan ook echt wel op gewoon de overal liefde voor alles om jou heen. Jij hebt zoveel te geven aan anderen. Je hebt zoveel mooie energiestromen om jou heen hangen. Waar je zelf helemaal nog niet bewust van bent. Omdat je eigenlijk best wel in jouw bubbel zit. En anderen willen met jou wellicht in contact komen. Maar ik krijg het gevoel dat je daar nog niet helemaal voor open staat. En mocht jij nu kijken en je bent single, dan kan het dus te maken hebben dat jij nog niet klaar bent voor de liefde die jouw pad mag bekruisen. Echt, want je hebt hier wel de aas van bekers liggen. En we hebben hier de soulmate kaart liggen. Er is nog iets waarvoor jij of de ander nog verder mag lopen. De kennis die je hebt verder mag afronden. Alvorens dit ook in gang gezet kan worden. Ik pak nog een extra kaart even bij de 4 van bekers.
Je hebt eerder zaadjes geplant waarbij jij een bepaalde energiestroom naar je toe wilde halen. En die energiestroom is eigenlijk nog niet aanwezig of nog niet gekomen. Maar dat komt, die heb je uitgesproken toen jij nog in een lagere energietrilling zat. Je bent aan het groeien en dus eigenlijk gaan stijgen in je energietrilling. Waardoor dat jij nu aan het groeien bent, past iets uit je verleden waar jij manifestaties over uit hebt gesproken. Niet meer in het hier en het nu in leven waar je op dit moment staat. En dat is, je hebt waarschijnlijk een manifestatie uitgesproken voor een bepaald persoon die jij je pad wilde laten kruisen. En dat kan op romantisch vlak zijn, maar dat kan ook in het algemeen op vriendschap zijn of gelijkgestemdheid. En daar hou jij dus een beetje te veel nog aan vast. Terwijl als jij een meditatie zou doen waarbij je alle uitgesproken manifestaties die je uit hebt gesproken vanuit een lagere trillingsenergie kunt loskoppelen en los kunt laten, dan kun je ook die nieuwe zaadjes die in deze juiste intentie vanuit deze trillingsenergie geplant worden, wel laten groeien. En dan zul je ook merken dat er echt wel een nieuwe shift aan het groeien is voor jou, waarbij eventueel nieuwe liefde mogelijk is. En zit je in een relatie waarbij dan ook eventueel hernieuwde liefde tussen jullie ontwikkeld kan gaan worden door oude pijnstukken los te koppelen daarvan. Dus dat is eigenlijk wat ik mee kan geven voor dit stukje voor jullie, lieve, lieve waterman. Dus je houdt nog vast aan een oud stukje, daar kun je uitkomen. Zodra je er bewust van bent dus dat die trillingsenergie die jij toen uit hebt gesproken niet meer voor nu passend is. En dan kun je dus weer naar die vernieuwing toe gaan. En kun je dus nieuwe elementen jouw leven gaan benaderen. Ik pak er voor jullie nog een engelenboodschapkaart bij als afsluiting voor deze reading. En dan hoop ik dat ik voor nu weer een juiste boodschap over heb mogen brengen voor de maand oktober. En mocht jij deze video dus later kijken, dan zit er ook op dat latere moment de juiste boodschap achter. We hebben wilskracht, engelen van moed. Vind de moed en wilskracht in jezelf. Met doorzettingsvermogen bereik je je doel. En dat is eigenlijk over het stukje wat hier ligt. En je mag in gaan zien welke mooie energie jij om jou heen hebt hangen, waar anderen van gecharmeerd zijn. Het is dus zo dat jij in mag zien wat voor mooie ziel jij bent. En op dit moment heb ik het gevoel dat jij daar nog niet helemaal mee bezig bent, omdat je de focus op jouw eigen stukje hebt zitten. Echt een beetje jouw eigen bubbel. Maar als ik dan ga kijken, ook bij jullie, bij deze reading, liggen er weer grote arcana kaarten. Net zoals de andere readingen die ik al op heb genomen. En dat houdt dus gewoon in dat er best wel een shift voor het collectief veld actief is. En ook voor jou. En vooral het stukje spiritualiteit is daar best wel een belangrijk aspect in. Qua groei, ontwikkeling, zelfvertrouwen. Maar ook vooral zien waar jij staat. Niet alleen voelen, maar ook het in gaan zien en het omarmen dat waar jij staat al verder is als waar jij denkt dat je staat. En vooral dat stukje denkt te staan. Want we zien hier de 2 van staven met eronder de 3 van staven. Dus je bent eigenlijk al in een bepaalde shift, terwijl je je eigen nog in dit stukje houdt. Maar dat komt omdat jij in een soort kluizenaarspositie zit. Maar van de andere kant heb jij wel innerlijk al zoveel verwerkt dat er meer mogelijk is voor jou. Dus lieve waterman, ik hoop dat je iets in ieder geval aan deze reading hebt gehad. Laat vooral een berichtje of een like achter als dit jouw tijdlijn is. En dan zie ik je graag weer de volgende keer. Doei doei!